Daily Minutes, nummer 1489, met een uitzending voor vandaag, 4 december 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Data vandaag is 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. Ik ben nog steeds een beetje met een nieuwe studio aan het bouwen. Vandaag gebruik ik weer een andere microfoon dan de afgelopen dagen. Het is natuurlijk wel gek, ik hoor mijn eigen geluid in de koptelefoon terug. Dat ben ik niet erg gewend. Ik zal me iets zachter zetten. ik ben benieuwd hoe de microfoon klinkt. Niet zo lange Daily Minutes vandaag. Ik heb alleen een hagelnieuw deel van de serie met spionageverhalen. Deel 3 van de serie met spionageverhalen. Ik was gebleven bij de in Nederland geboren dubbelspion George Blake, die begin jaren 60 door de mand viel en na gearresteerd te zijn 42 jaar gevangenisstraf had gekregen. De pers interpreteerde dat als zou hij voor iedere spion die door hem was omgekomen een jaar cel hebben gekregen. Dit was in mei 1961. Op 22 oktober, vijf jaar later in 1966, wist Blake te ontsnappen uit de Wormwood Scrubs gevangenis in Fulham, West-Londen. Blake werd daarbij geholpen door drie mannen, een Sean Bourke, Michael Randall en Pat Bottle. De laatste twee waren anti-kernwapenbetogers. Ik heb toch wat last van mezelf in de koptelefoon terug te horen, dus ik zet dat ding even af. Even kijken, ik heb nog wel op het microfoonstatief. De ontsnapping die was uitgedacht en gepland door Sean Bourke en die had Randall er uiteindelijk bijgehaald voor de financiële ondersteuning bij de ontsnapping. Randall raakte eigenlijk meer en meer betrokken en die stelde voor om Bottle er ook bij te betrekken omdat die twee al eens eerder een ontsnappingspoging hadden benaamd in een gevangenis waar ze samen zaten. De reden dat ze Blake wilden helpen was dat ze alle drie vonden dat 42 jaar cel wel erg veel was voor wat Blake gedaan had en verder mochten ze Blake graag. Bourke wist in 1966 dus een walkie-talkie de gevangenis binnen te smokkelen, zodat hij van buitenaf met Blake kon communiceren. Besloten werd dat Blake een raam zou inslaan aan het eind van de gang waar zijn cel zich bevond. Tussen 6 en 7 uur 's avonds, een tijdstip dat de meeste andere gevangenen en de meeste bewakers bij een wekelijkse filmvertoning aanwezig waren, zou Blake door het raam heen klimmen en zo via een bordes naar de gevangenismuur belanden. Bourke had daar een touwladder gemaakt van breipennen over de muur gegooid en Blake zou dan via deze touwladder kunnen ontsnappen. Vervolgens zou Bourke hem dan in een auto naar een safehouse brengen. Tijdens de klim brak Blake echter zijn pols toen hij van de muur afsprong, maar behalve dat verliep de ontsnapping dus geheel volgens plan. Daarop bleek echter dat het safehouse dat Bourke had geregeld niet geschikt was, omdat het een zogenaamde bedsit was. Die heb je in Engeland en particulier die kamers verhuurd, waarbij die kamers één keer per week door de eigenaar werden schoongemaakt en dan zou Blake kunnen opvallen. Blake wisselde vervolgens een poosje per dag van huis tussen vrienden van anti-kernwapenactivisten Randall en Bottle, waarna Blake en Bourke vervolgens samen bij Bottle bleven wonen in de periode dat ze voorbereidingen troffen om Blake langs de naar hem op zoek zijnde douane te loodsen. Blake vluchtte daarop via Oost-Duitsland naar Moskou in de toenmalige Sovjet-Unie. Hij scheidde vervolgens toen hij daar was van zijn vrouw, de MI6-secretaresse, met zijn drie kinderen die bleven in Engeland achter. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.